Hey, hallo Bucks Music! Mijn naam is Martin en in deze video mag ik jullie introduceren de Divine DM50. Een fantastische microfoon met een ontwerp en een sound die voor velen meer dan bekend zal voorkomen. Ik ga er vandaag over vertellen en natuurlijk gaan jullie daarna luisteren. Dus, daar gaan we! De Divine DM50 is een recreatie van misschien wel een van de meest beroemde industriestandaard microfoons in de wereld. En deze microfoon doet dat met eenzelfde of in ieder geval vergelijkbare bouwkwaliteit en geluidskwaliteit. De DM50 is een fantastische keuze voor het opnemen van elektrische gitaar, voor het opnemen van drums en heeft ook wel karakteristieken aan boord wat een goede keuze maakt voor het opnemen van spraak. Dus wat krijgen we in de doos wanneer we besluiten om een DM50 van Divine aan te schaffen? Natuurlijk krijgen we de microfoon zelf en daar een bijbehorende clip. Die clip die zit met een standaard 5/8 inch schroefdraad. Als jij een 3/8 inch schroefdraad hebt op jouw microfoonstatieven, dan is een adaptertje minder dan een euro en dan ben je ook voorzien voor die. Maar dat is er eentje om eventjes in het achterhoofd te houden wanneer je deze. Aanschaft. Daarbuiten krijgen we een mooi etuietje waarin we de microfoon kunnen beschermen en meenemen zonder dat het kras of stoten zal oplopen. En tot slot zit er nog een handleiding bij. Zoals ik al net zei, je hebt het etuietje om te beschermen tegen krassen en stoten. Ik wil zeggen voornamelijk tegen stof. Deze microfoon is volledig gebouwd van metaal. Behalve een beetje plastic op de grill, is deze microfoon bestand tegen heel veel abuse. Deze microfoon kan je prima een keertje laten vallen, kan je eigenlijk best wel een paar fouten meemaken. Dus het is een heel goede aanschaf als jij op zoek bent naar een paar van je eerste microfoons om zelf wat op te kunnen nemen. En ja, misschien nog wel eens een keertje een foutje maakt. Of zoals ik gewoon een microfoon een keer durf te laten vallen. Dat is natuurlijk niet de beste optie. Maar deze microfoon kan dat meer dan degelijk hebben. Daarbovenop kan deze microfoon ook nog heel veel geweld aan als het gaat om SPL, Sound Pressure Levels. Tot wel 150 decibel kan deze microfoon prima handelen. En dat zijn volumes die ja, toch wel boven het lanceren van een straaljager heen gaan. Dus hiermee kan je prima voor bijna alle doeleinden. Ik kan er eigenlijk weinig bedenken waar het niet kan ingezet worden. Deze microfoon heeft een frequentiebereik van 50 Hz in het laag tot 16 kilohertz in het hoog. Met een lichte boost in de treble frequenties. Dit maakt het een fantastische keuze voor het opnemen van elektrische gitaren, voor uh, drums. Uh, dit wordt veel ingezet als een snare mic of als een tom mic. Maar het is ook fantastisch voor de menselijke stem. Want die kleine boost in het hoog geeft toch een beetje sparkle aan iemands stem. Het enige wat ik wel mee wil geven is dat deze microfoon plosief gevoelig is. Of plosieven zijn de P en de b Klanken die gewoon een stoot aan lucht in de microfoon sturen, waardoor je even zo'n ja, een, een kleine dreun krijgt zeg maar in je geluid. Als je deze wilt gebruiken voor spraakopname waarvoor die prima geschikt is, is het aan te raden om iets van een windschermpje bij deze microfoon aan te schaffen. Dat is ook natuurlijk. Los verkrijgbaar. Maar dat streentje om te overwegen, mocht je de DM50 willen aanschaffen. Een verschil tussen deze microfoon en de microfoons hier voor mij op tafel is dat deze hier voor mij op tafel toch wel veelal worden gebruikt als handheld microfoon. De 58B is misschien. Een eentje die er een beetje tussenin zweeft. Maar deze leunt wel echt wat meer richting instrumentopnames dan spraakopnames. Dus ik zal bij deze niet zozeer gaan handhelden. De handling noise bij deze is wat sterker als bij de andere. En is ook wat gevoeliger voor plosieven. Het is wel een cardioïde microfoon. Dus je zult merken dat wanneer ik direct in de microfoon spreek, ik gewoon heel luid en duidelijk naar voren kom. Maar wanneer ik op een hoek van 90 graden spreek, dat het niveau een stuk lager is dan voorheen. Eentje om rekening mee te houden. Wanneer je ook spraak of andere dingen wilt opnemen met deze microfoon. Wat ik nou ga doen is een stukje gitaar spelen op de mooie versterker hier achter mij. Ik heb een ESP E2 meegenomen. Lager toevallig. Ik ga wel clean spelen. Maar ja, ik... Ik zag hem en ik denk: van ik neem hem mee. Uh, zodat jullie een goed beeld krijgen van hoe deze microfoon klinkt bij het opnemen van elektrische gitaar. Wat een microfoon zoals deze eigenlijk veelal voor bestemd is. Nou, dat was de demo. Zo heb je een goed beeld van hoe deze microfoon klinkt. Ik ga ongeveer hetzelfde spelen bij al deze microfoons, die ook prima een elektrische gitaar kunnen opnemen, zodat je een goed beeld krijgt van hoe deze microfoons klinken. Als je nou interesse hebt gekregen in de DM50 van Divine, dan kan je naar beneden scrollen. Daar staat een linkje voor jullie, die je brengt naar onze productpagina. Dan kan je alles nog even rustig nalezen en misschien vergelijken met de andere die hier voor me staan op de tafel. Ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad. Zo ja, wordt een duimpje omhoog enorm op prijs gesteld. Laat je vragen of comments of suggesties achter in de comments hieronder. Abonneer je op het Baks Music YouTube kanaal en ik zie jou heel graag terug bij de volgende video. Tot ziens!